Oh, gaat ie hoor, Ray. Oh my god. Woo! Yeah, go, go! Ah! Hij wil staan, maar kijk, het is net Jezus loopt over het water. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar de allereerste catfight op Concentrate Velvet. Woo! Nou, ik zit hier natuurlijk met die heerlijke Lizzie en die heerlijke Bibi. Oh, heerlijk. Ja. Heerlijk. Maar, meiden. Ik mis iemand. We missen iemand. Je dochter. Mijn dochter. Sophie is erbij. Kom erin. Hallo, schat. Sophie kon ons niet versterken. Hoe leuk is dat? Ja, ik nog dus een concurrent erbij. Ik heb er zo Dus er is er sowieso altijd iemand derde. Dat is leuk, hè? Ja, leuk. Ik heb dus weer een hele leuke challenge voor jullie. Jullie gaan vandaag een modeshow organiseren. Oh my god. Jullie krijgen straks ieder een uur de tijd om twee modellen te kiezen. Ja. Liefst een vrouw. En liefst een vrouw die kan lopen. Jullie gaan scouten, jullie komen terug. Dan heb ik hier kleding en make-up en noem maar op. Maar degene die het eerste komt met zijn modellen, heeft natuurlijk de eerste keuze op de kleding. Als jullie terugkomen, heb ik nog een leuke kink in de kabel. Oh no. Maar daarover later meer. En ik ga gewoon een wijntje bestellen, want in water neuken de kikkers. Dus daar heb ik geen zin in. Ik zou zeggen, hup, hup! Weet mijn god niet waar ik ben. Wat ik ga doen, is een Instagram post plaatsen met de vraag, oké, jongens, wie heeft er tijd om nu binnen een uurtje naar de Harbor Club te komen? I got this. Ik heb dus geen fucking plan van aanpak. Ik zou niet weten, hier in de verste verte, hier is toch geen meisje of iemand te vinden. Mijn tactiek is, ik ga een school zoeken. Mevrouw, mag ik wat vragen? Weet je waar een schoolgebouw is hier in de buurt? Een school? Rechtdoor naar links. Oké, bedankt. Help a girl out. Op zoek naar twee meiden. Misschien als we een beetje die kant op gaan, meer richting de pijp, dat we daar wel een paar leuke chickies kunnen vinden. Ik heb nu dus die post geplaatst. Op zich is er niet echt bepaald gereageerd, dus ik ga nu dus wel de straat op. Maar ja, we zijn nu in Amsterdam-Zuid. De enige mensen die hier zijn, zijn ongeveer oud en niet geschikt voor mijn modeshow. Hallo meneer! Weet u, jullie misschien waar een school is? Een middelbare school. Ik hoorde dat er die kant op eentje is. Wilt u alstublieft mij daar naartoe brengen? Het is maar 3 minuten, denk ik. Ja. Top, dank u wel, meneer. U bent echt heel erg lief. Stap ze nou gewoon met die vieze oude vreemde man in de auto? Nou, we zijn inmiddels een half uur verder. Nog geen enkel spoor van die meiden te bekennen. En ook nog geen wijntje. Is er ergens wijn in deze hut? Oké, ik dacht dus dat ik een goed idee had om naar de Fat Dog te gaan. Omdat dit is echt zo'n hipster Instagram place. Is dit echt? Klopt. Over op plan Z. Nou, deze lieve meneer die is zo aardig om mij heel even naar school te brengen. Want ik denk, daar kan ik misschien wel twee mooie dames vinden. U wil echt geen cupcake? Zijn heel lekker. Nee. Oké. Mag ik jullie misschien wat vragen? Ja. Ik ben op zoek naar twee meiden die eigenlijk nu een uurtje de tijd hebben om mij te helpen. Ik vind het niet echt. Oh, oké. Het was zin, maar we hebben zo'n les. Oh my god. Meiden, mag ik jullie wat vragen? Denk het niet. Meneer, super bedankt, hè. Box. Nee! Nee! Shit. Kut. Daar zit een meisje, kom. Hi, mag ik jou iets vragen? Ja. We gaan een modeshow organiseren en je krijgt styling en make-up en dan moet je even weer lopen. Wil jij mijn model zijn? Sorry, ik moet zo meteen zelf werken, maar ja. Oké, heel erg bedankt. Ik had je zo graag gewild. Ja, sorry. Ik was me had met jou echt gewonnen. Oh. Ik zeker. Wat lekker, dankjewel schat. Nou, proost Fred. Zit je dan met al je vrienden? Oh my god, ik heb een reactie van een meisje. Hoi Sophie, ik zag via je Instagram post dat je mensen zocht voor opnames. Dat meisje heeft me 1 minuut geleden een bericht gestuurd, dus ik ga nu op haar reageren. Omdat ik natuurlijk maar 1 iemand heb kunnen regelen, dat ik misschien zelf die fucking show maar moet gaan lopen of zo. I don't know, we lossen het wel op. Oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Jongens, waar kan ik hier een mooie vrouw vinden? Niet. Ja. Waarom niet? Jullie moet ik hebben. Jullie zijn echt, jawel, jullie zijn met fashion bezig. Ik zie het gelijk. Fred van Leer heeft mij de opdracht gegeven om even 2 mooie dames heel even in de Harbor Club een wijntje te doen en mooie kleren door te passen. Oh, dat wil ik wel doen hoor. Yes!
Sorry voor de cupcake aan mijn hand. Doe je mee? Ja, kom op. Terwijl ik op zoek ga naar anderen, ga ik dus ook gewoon mensen bellen. Want anders kom ik er niet uit, want de tijd dringt en ik heb gewoon geen tijd meer. Nou, we zijn er, meiden. Fredje! Bibi, heb je al modellen? Yes! Heb je ze allemaal al? Yes! Mag ik jullie wat vragen? Ik moet een modeshow bij elkaar rapen. En ik heb modellen nodig. Je zou me wel heel erg helpen. No pressure, maar je zou me heel erg helpen. Oké, wij gaan samen. Yes! Hup, hup! Ik zie nog niemand! Je bent de eerste! Dit zijn mijn knappe dames! Hallo schoonheid, ik ben Fred. Ik heb mijn make-upsetje neergezet. Er ligt wat rommel. Kleding. Maak het gewoon even anders. Hey, nou, we hebben eerst de keus. Wat vinden jullie leuk? Zwart? Ik denk, dat moet je ook niet heel maar er moet er wel iets maar... van kleur bij, vind ik, bij zwart. Oké, okay, ik weet misschien één meisje. Hi Irene! Kan jij en Lunia direct aan naar de Harbor Club komen? Ja? Ik heb er één. Baby! Fred aan Beck. Maar je hebt er drie gewoon. Snap je? Ik heb er drie meegenomen. Jongens, dit is Fred. Hoi! Hey, drieling! Ik ben Fred, aangenaam. Dus hier heb je make-up en Stijn. Ik zou zeggen, zoek ja, het uit. Ja, wij gaan wel even naar het toilet verder. Oké. Okay. Jullie twee zijn allebei heel kleurrijk. Er ligt hier natuurlijk wel kleding, maar niet zo heel veel. Dus misschien is het handig om het kleurrijker erin te houden. Oké, okay, ik geef het op. Of ik doe het gewoon met één model. Of ik trek iemand uit het personeel daar bij de Harbor Club. Oh, mag ik jou iets vragen? Heb jij een uurtje? Een klein uurtje voor iets heel leuks? Oké. Okay. We gaan hier zo in de Harbor Club. We gaan een modeshow organiseren. Ja. Het duurt een uurtje. Wil je please? Ja, oké. Ja! Yes! Ik had het al opgegeven. Oh, kom meteen gezellig mee. Ben ik tweede? Nou meisje, je bent derde. Maar je ziet er wel heel erg uit in de gaten. Maar wel de best for last. Oh wauw, wel vrouw, je bent mooi. Ja, nou, schat, ik heb hier misschien nog wat kleding. Je kan het ook gebruiken als het zwaar is. Kijk maar gewoon wat je doet. Maak het fashion, baby. Oké, fuck, dit is echt... Nee. Niks. Vind je het zelf wat? Dat was te laat, schat. Wacht, jongens. Dus ja, leftovers. Jammer, joh. Jammer, joh. Dan kan altijd wat bij me, hè? Oh, vals spelen. Nee, is goed, je schat. Ah, we hebben die meiden al die leuke dingen over het hoofd gezien. Dat is voor jou? Nou, lieve meiden, welkom. Dank je. Biep, jij was als eerste. Ja. Waar hebben jullie je meiden vandaan gehaald? Van de Amsterdamse Techniekschool. Toch? Nou, ze zien ze niet uit. Ze zijn prachtig. Ja. Hey, jij was de eerste die de keuze had. Make-up, kleding. Waarom hebben we hiervoor gekozen? Omdat dit er lag. Ja. Ja, Sophie. Ja. Ja, het is drie. Ik heb er drie meegenomen. Waarom? Omdat ik fantastisch ben in het ronselen van vrouwen. Oh, echt waar? Ja. Hoe heb je ze geronseld nou, dan? Deze heb ik via het internet en deze van de straat. Liz, die was als laatste. Ja, maar wel de best voor les. Maar even, waar heb jij je meiden vandaan? Ik heb deze meid, toen ik het eigenlijk al had opgegeven, dacht ik ga hier zitten janken op het stoepje. Vond ik haar hier op de hoek. Bloedknap. Precies. Deze die heb ik gewoon even gebeld. Die ken je? Ja. Nou meis, ik voel een catfight. Maar voor we die catfight compleet loslaten, ga ik je nog een kleine touch vertellen. Want het is natuurlijk niet zomaar een modeshow, dames. Het is een modeshow op het water. Kom je nu mee? En kijk eens hier achter jullie. Ik ga het natuurlijk even voordoen hoe het moet. Dus ik ga er als eerste in. Zo ben ik. Ik hoop dat er een goede levensverzekering is afgesloten. Voor jullie allemaal, maar vanaf mij. Hup, kruip in die balzak. Let op, zo moet het dus. Oh, gaat ie hoor, hé. Oh my god. Ja, zoveel. Hij wil staan, maar kijk, het is net Jezus loopt over het water. Oh. Ja. Rits me open. Rits me open. Oh. Daarom, meiden, was ik vroeger coach van Holland's Next Topmodel. Ik kan dit dus niet. Je kan je modellen natuurlijk alvast in de bal doen. Maar voordat je dat gaat doen, wil ik je natuurlijk alle drie uitnodigen. Yeah. Om alle drie in de ballen plaats te nemen. Want jullie kunnen natuurlijk niet achterblijven. Nou, succes, meiden. Ik zou zeggen proost, hè? Het voelt echt alsof ik weer de baarmoeder inga nu. Ja. Oh, ze gaat springen. Wat een gek. Ja, knip de kabels maar los.
Fred, ik sta hier met mijn drie dames. Ja, mijn leuk. Totally Spies. Oké. Okay. Wij hebben als thema kleur, as you can see. Ja. En we willen zeg maar die jonge playfulness uitstralen. Dus tieners, gewoon tof. En wat ga je doen in de bal? Charmant. Charmant doen wij in de bal. Oké, okay, nou breng het hoor. Dan kun je drie meiden, je hebt drie ballen. Ik zou zeggen, ga je gang. Nou schat, ben benieuwd hè, okay. Die meiden. Dames, are you ready? The keyword is elegant. En voor de rest zoeken jullie het maar uit. Elegant. Pauze! Nou. Doe eens even lief over mijn vrouwen. Nee, ze zijn heel knap en heel lief, maar ja. Zijn daar niet echt voor leerd model? Nee, wacht, ik weet het! We gaan een zittende pose doen. Ja. Nou, het zijn mooie meiden. De kleuren zijn mooi bij elkaar, ze liggen er lekker bij. Ja, oké, voor mij mogen ze uit de bal. Ik weet genoeg. Oké, dit zijn mijn girl power dames. En wij gaan voor de girl power. Dus het is allemaal lekker simpel, maar toch zomers. En een beetje met een Victoria's Secret touch. Oké, ik hou ervan. Schat, ik zit er helemaal klaar voor. Volgens mij, dat lopen, dat is veel te moeilijk. Ik denk dat jullie het best een beetje sexy kunnen tijgen zo door de bal. Yes. Ja? Girl power. Oké, okay, kom maar. Denk maar dat Justin Bieber hier ligt met een appel in zijn bek. Oh, yes! Doe je haar, je haar, ja! Heerlijk, ik heb die meiden gewoon net van school gehaald. Het is toch de enige, maar ze doen wel wat je zegt. Ik vind dat ze het goed hebben gedaan, ik ga ze weer naar de kant trekken. Ben je tevreden? Ik ben tevreden. Oké, top. Bring it on. Nou schat, hé, even. Wat styling. Chapeau hoor. Ja, 10 hè. Mijn girls zijn wel gewoon high fashion girls. Ja. Dus we moeten ook gewoon wel echt de folk. Gewoon die, ja. Gewoon mooie poses. Ja. Hup, hup. Ja, yes. Shop meiden. Ik zou zeker dat kontje gebruiken, vrouw. Ja, ik ook. Kom, nonne. Nou, het ziet er wel gezellig uit, toch? Heerlijk is, jij hebt natuurlijk een beetje vals gespeeld. Maar ja, aan de andere kant, ik heb niet gezegd dat het niet mocht. Nee. Ze zien er wel echt fantastisch uit. Wat een lekkere wijven. Thank you. Ja, doe maar even een goeie. Ja, als ik zo'n lijf had, denk ik nooit mijn kleren aan. De tering van een lekker wijf. Zij zit helemaal in een voktrip en die andere in een soort epileptische aanval. Maar ja, wel gezellig. Ik ben er wel uit. Ja? Ja, ze mogen weer terugkomen. Oké, okay, jullie mogen komen. Nou, even serieus meiden, het was enig. Toch, hoe leuk was heel het? Leuk. Ja, leuk bedacht hoor, meid. Dank je, schat. Even voor het verhaal, lieve mensen. Sophie zit met een zak ijs op het hoofd. Zul je denken, wat is er gebeurd? Er viel dus een parasol op het hoofd. Maar je hebt nu ijs en het gaat goed, hè? Dus al die palen, die komen allemaal gewoon richting mijn gezicht. Weet je, wat gebeurt? Nou, schat, ik wou dat ze richting mij kwamen, al die palen. Lieve meiden, we zijn met z'n drietjes, dus er kan er maar één de winnaar zijn. Ik heb even gekeken. Sophie, je had drie meisjes. Had je het je eigenlijk moeilijk meegemaakt? Hoezo? We hadden natuurlijk niet zo heel veel kleding. Ja, maar het waren lieve meisjes. Ze lagen daar mooi bevallig in pose, omdat ze konden niet echt blijven staan. Nou, Lissy, jij hebt natuurlijk gewoon echt, zoals je bent, vals gespeeld. Maar ja, daar hou ik toch van. Dus die styling van jou was wel echt af. Ja, maar je bent ook een stylist. Lissa had wel gezien dat ze een goede stylist is. Ze is echt een hele goede stylist. Jij was natuurlijk als eerste. Hele leuke meiden op een technische school. Waar haal je ze vandaan? Ja. En je was... Je ging ervoor, die meiden gingen er ook voor. Dus, round up. Jij heeft je zak ijs op je hoofd. Oh, sorry. Komt een glappetje minder hard aan. Oh. Jij bent derde geworden. Oh, shit. Gaat het nu voor deze twee? Styling was af. Maar ja, hè, was een beetje van jezelf. Jouw styling was ook over nagedacht. La, kan het lang of kort lullen. De winnares is geworden... Bibi! De cupcake. En wat hebben jullie gewonnen? Niks. Helemaal niks. Ik neem een slok. Dag lieve mensen. Vonden jullie het nou een leuke video? Abonneren en liken natuurlijk. Vergeet ook niet te reageren. Yes. Ja, en dan zien jullie ons volgende maand weer bij een nieuwe catfight. En ik heb al een hele nieuwe opdracht. Heel leuk is die. Hij is hysterisch.